Nadat we in de vorige video even naar China in het algemeen hebben gekeken en wat dingen hebben opgehelderd, gaan we nu echt beginnen met onze historische context. Die begint namelijk in het jaar 1842, midden in de 19e eeuw dus. Nou, je ziet al aan de titel van deze video, er zijn allerlei problemen voor China in die 19e eeuw. Ja, en hierbij horen de volgende kenmerken en aspecten. Eentje heb ik er nu blauw gemaakt, die moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie. Ook daar krijgt China namelijk mee te maken. Maar goed, in die 19e eeuw is de zogenaamde uh, Qing-dynastie aan de macht. En dat zijn ze al vanaf 1644. En uh, dat zijn oorspronkelijk, uh, komen ze eigenlijk niet uit China, niet uit dat, uit dat binnengebied, maar uit het buitengebied. Ze komen uit Manchurei, wat je daar rechtsboven ziet staan. Het is dus ook echt de minderheid die aan de macht is, maar die wordt wel geaccepteerd door de meerderheid. En dat komt omdat die Qing-dynastie, die, die neemt de Chinese cultuur en de Chinese gebruik over en de Chinese manier van besturen. Dus ook dat Confucianisme komt bijvoorbeeld weer heel erg terug. En ja, over het algemeen zijn ze heel erg succesvol, maar in die 19e eeuw gaat het langzamerhand steeds meer mis. Wat zijn dan de zogenaamde problemen? Waardoor raakt dat centrale gezag van die Qing-dynastie uh, verzwakt? Nou, dat zijn een aantal zaken die in drie grote dingen bij elkaar te pakken zijn. En de eerste daarvan is uh, hongersnood. He, er, er zijn verschillende natuurrampen. Aan de ene kant zijn er overstromingen van, van de grote rivieren. Hier zie je bijvoorbeeld een grote rivier afgebeeld staan op een oude Chinese kaart. Nou, die overstromingen zorgen voor grote problemen. Maar aan de andere kant zie je ook een aantal keer dat er lange perioden van droogte zijn, waardoor oogsten mislukken. En wat ook echt meespeelt, is dat de bevolking enorm groeit in China. Hè, halverwege de 17e eeuw komt die Qing-dynastie aan de macht. Nou, dan zijn er ongeveer 100 miljoen inwoners in uh, dat Chinese Rijk. En ja, halverwege de 19e eeuw dan zijn het er 300 miljoen. Maar de hoeveelheid langbalgrond die is ja niet heel erg toegenomen. En dat ja, zorgt dus ook voor uh, allerlei problemen, zorgt voor hongersnood. Ja, en daarnaast hebben we in de vorige video gezien dat er heel veel ambtenaren nodig waren om, om zo'n uh, rijk goed centraal aan te kunnen sturen. Dat die ook een heel streng ambtenarenexamen af moeten leggen. Maar toch zien we dat er steeds meer corruptie plaatsvindt binnen het bestuur. En ik heb hier even een plaatje van Heshen gepakt. Want dat is misschien wel het voorbeeld van die uh, corruptie binnen die Qing-dynastie. Dit, dit was een uh, van, de, van de vertrouwelingen van, van de keizer. Ja, en, en die stal zoveel belastinggeld dat allerlei zaken niet meer goed konden worden uitgevoerd. Hè. Bijvoorbeeld uh, dammen en dijken die konden niet meer worden onderhouden langs de gele rivier, waardoor dus allerlei overstromingen plaatsvonden. Nou, daar hadden we het net ook al even over. Ja, en, en dat is dus echt een voorbeeld van mensen die er vooral voor zichzelf zaten en zich verrijkten ten koste van, uh, van de bevolking. En ja, die corruptie en die hongersnoden, dat leidt tot heel veel ontevredenheid, dat leidt tot heel veel opstanden. En ja, die opstanden zorgen weer voor allerlei politieke crisis. Hè. Dus, dus die opstanden die zijn soms religieus van de aard, hè. een religieuze minderheid die in opstand komt. Maar het zijn dus vaker sociaal-economische redenen. Honger, ontevredenheid, corruptie, die leiden tot uh, kleinere en grotere opstanden. En, en soms worden hele regio's worden tijdelijk worden die, uh, overgenomen door de rebellen. Nou, en dit alles zorgt ervoor dat die Qing-dynastie het steeds lastiger heeft om eh, het hele Chinese Rijk onder controle te houden. Nou, en als er ook nog eens bemoeienis vanuit het buitenland, hè, van, vanuit West-Europa en de Verenigde Staten bij komt, dan wordt die positie van China verder verzwakt, want het moderne imperialisme, dat, eh, ja, daar krijgt China ook last van. Maar daar zullen we in een volgende video eens naar gaan kijken.